Goed, van harte welkom iedereen. Fijn dat u er bent op dit webinar van platform Baggernet. Mijn naam is Paul Spaan, voorzitter van Baggernet. En aan de knoppen voor deze Teams bijeenkomst zit Sonja Kooijman. Zij bepaalt wie er in beeld komt en hoe dat allemaal gaat gebeuren. Er hebben zich 88 mensen aangemeld voor dit webinar. En wellicht zullen er nog een paar aansluiten zo. Zoals u weet wil het kabinet veel geld vrijmaken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Zandwinnen en baggeren worden in dit kader dan ook nader beschouwd. Hoe pakken we de processen zo efficiënt mogelijk aan vanuit het perspectief van de levenscyclusanalyse en maatschappelijke kosten? En hoe zorgen we ervoor dat er duurzame keuzes in de bagger- en zandwindsector gemaakt worden? Vanmorgen is het derde webinar in een serie van 4 met als thema verduurzaming in de baggersector. Het eerste webinar samen met Bodembreed had als onderwerp kansen en belemmeringen. Gisteren was het tweede webinar met als onderwerp de zandwindmolen, een conceptueel idee in de kustlijnzorg. Het vierde webinar zal op 1 juli gaan plaatsvinden en heeft als onderwerp: is baggeren altijd de meest duurzame optie? Deze morgen 4 presentaties in zaken duurzaam materieel en biobrandstoffen. Eerst zal Meinke Schouten van de Unie van Waterschappen de rol en positie van opdrachtgevers in deze duurzaamheidstransitie toelichten. Vervolgens zal Klaas Visser van de TU Delft en voorheen marineofficier ingaan op waterstof op zee- en binnenvaartschepen vanuit het perspectief van de nul-emissie. Dan een presentatie van Edwin Lokkebol van Emissieloos Netwerk Infra met een brede blik op het klimaatakkoord en de gevolgen voor de gehele keten. En hij doet een aantal concrete aanbevelingen om kip-ei-discussies te voorkomen. En als laatste spreekt René van der Zweep, directeur van Small Dredging. Hij bespreekt een aantal praktische zaken in het kader van de ombouw naar duurzaam materieel en waar lopen aannemers tegenaan. Via de chat kunt u vragen stellen aan de inleiders. Na elke presentatie zullen we korte tijd nemen om de vragen te beantwoorden. Dit webinar leent zich niet voor uitgebreide discussies, dus we vragen bij voorbaat uw begrip hiervoor. Alle vragen die gesteld worden, zullen overigens nog wel beantwoord worden en op de site van Baggernet komen te staan. Zoals u boven in beeld ziet, wordt dit webinar opgenomen. Als u niet in beeld wilt komen, als u in de gelegenheid gesteld wordt een vraag te stellen, dan moet u de camera even uitzetten en alleen dat mondeling doen zonder beeld. Wij starten nu dit webinar en we starten met Meinke Schouten van de Unie. Meinke, zou jij je presentatie willen starten? Ja hoor, dat ga ik doen. Ik hoor nog een echo, dus het zou fijn zijn als iedereen dan zijn microfoon uitzet. Dan hoor ik niet mezelf terug. Dank jullie wel. Fijn dat ik hier mag zijn en dat ik jullie mag meenemen in de afwegingen zoals we die vanuit de Unie van Waterschappen en ook met meerdere waterschappen aan het maken zijn rondom klimaatneutraal en circulair baggeren. Ik wilde jullie vandaag meenemen in een aantal thema's. Dus ik loop eerst wat landelijke afspraken langs. Vervolgens ga ik ook nog in op eigenlijk wat voor initiatieven er verder ook in de landen lopen. Zodat jullie zien dat er meerdere zaken achter het duurzaam baggeren zitten. Wat je eigenlijk ziet is dat er een vijftal landelijke afspraken van belang zijn. Klimaatakkoord, grondstofakkoord, de Green Deal, duurzaam GWW, uitvoeringsagenda K,
KCI. Nou, dat ga ik straks nog even verder uitleggen. En de routekaart schoon en emissieloos bouwen. Die herkennen wij, erkennen we nu als belangrijke afspraken die hier invloed op hebben. Nou moet ik ook zeggen dat er af en toe ook wel weer dingen invliegen die opeens ook zeer relevant voor het thema blijken te zijn. Dus ik wil hierbij niet volledigheid pretenderen, maar wel jullie meenemen in eigenlijk de kern daarvan. Nou, deze zal jullie niet onbekend zijn, hè? De klimaatdoelstelling van Parijs over maximaal 2 graden. Opwarming ten opzichte van pre-industriële tijdwerk en het streven om de opwarming zelfs beperkt te houden tot 1,5 graad. Het klimaatakkoord is er eigenlijk gekomen als Nederlands antwoord, dus deze zijn denk ik wel bekend eerste. Maar wat er ook in het klimaatakkoord is afgesproken is dat er is aangegeven dat we willen streven naar een klimaatneutrale en circulaire grondweg en waterbouw in 2030. En aangezien dit akkoord uit 2019 is, klonk toen 2030 nog heel ver weg. Maar nu het tweetje ondertussen in onze jaartallen is verschenen, hè, dus de 20, gaat de klok toch wel tikken om dat te halen. Waarbij wordt er aangegeven dat CO2 eigenlijk het belangrijkste broeikasgas is waar we ons op gaan richten. In het klimaatakkoord zijn ook afspraken gemaakt over de inzet van zero-emissie mobiele werktuigen en de principes van nieuwe draaien en dat die moeten worden opgenomen of dat we daar naartoe moeten gaan om dat op te nemen in onze inkoopprocessen. Indien dit niet leidt tot de verwachte reductie van CO2-uitstoot door mobiele werktuigen, en daar vallen ook schepen onder, van 0,4 megaton in 2030, dan is het... gaat de Rijksoverheid over op zero-emissie een verplichting. Nou ja, waar we mee bezig zijn met elkaar is van nou, hoe ver gaat het ook, gaan we dit helemaal ook op de vaartuigen doen? En zeker met betrekking tot vaartuigen die internationaal ingezet gaan worden, waar dus natuurlijk andere regelgeving een rol speelt. Maar dat hier afspraken over zijn en dat het zeker op bij de inzet van middelen, mobiele werktuigen in kleinere wateren een rol gaat spelen, dat is zonder discussie. Waar je wel zeker een punt over hebt en aandachtspunt moet hebben, is dat je bijvoorbeeld te maken krijgt met mobiele werktuigen die vanaf de kant werken. Ik kan je zeggen, daar gaat zeker dit een rol spelen. Plus het feit, en dat is met name, die heb ik hier niet eens bijgezet, maar met name voor gemeentelijk gebied. Als je dus binnenstedelijk aan de gang gaat en je hebt te maken met zero-emissiezones, dan zal uiteindelijk ook hier daaruit een werking komen waar gericht op het beperken van de emissie bij het toepassen van mobiele werktuigen bij het baggeren. Dus kortom, er komt van alles op ons af. Dat is puur vanuit het klimaatakkoord. We hebben ook het grondstoffenakkoord. Dat gaat over dat we eigenlijk de aarde in balans willen brengen. Geen grondstoffen met negatief milieu-impact. Geen schaarse grondstoffen willen we eigenlijk meer gaan toepassen. En verder kijken dan alleen de CO2-uitstoot. Dus waar het klimaatakkoord met name kijkt naar de broeikasgassen, kijkt het grondstoffenakkoord naar milieu-impact. Daar hebben we afgesproken dat 50% minder primaire grondstoffen willen toepassen in 2030. Met name die een grote milieu-impact met zich meebrengen. En 100% circulair in 2050. En hier ook is afgesproken, we willen naar een circulaire GWW streven in 2030. Dus dat is weer opgeleid. En dat 2030 en GWW, dat is wel een strakke combinatie. Ik hoor nog een microfoon aan, maar dat zal wel straks opgelost worden. Een ander afsprakenkader waar we mee in opereren is de Green Deal aanpak duurzaam GWW. We hadden tot en met dit jaar eigenlijk een Green Deal, tot met vorig jaar, maar die is verlengd, een Green Deal 2.0. Dus vandaar dat er afspraak staat dat we duurzaamheid structureel onderdeel uit moeten maken van alle grondwegwaterbouwprojecten vanaf 2020. We hebben die afspraak trek nog een beetje door, maar dat is wel de intentie die partijen die dat ondertekend hebben, hebben uitgesproken. En we gaan er ook een vervolg aan geven. Dus dit is niet een pad waarvan je kunt denken dat dat afgesloten gaat worden. We gaan er gewoon mee door.
De belangrijkste basis vanuit de Green Deal Apparatuur zo'n GW gaat met name om 4 instrumenten die je toepast. Omgevingswijzer, ambitiewet meer om te kijken van welke duurzaamheidsthema's vinden we eigenlijk vinden we belangrijk in onze projecten en in onze organisatie. En de laatste zijn dubbelkokers C2 prestatieladden. Dat zijn meer instrumenten die je op je werk het zelf toepast. Zeker voor baggeren kan de C2 prestatieladder zeer interessant zijn. En ook de manier waarop we nu verder aan het doorpakken zijn op dubbelkoken of aanverwante instrumenten die er een beetje op lijken, zullen ook een rol blijven spelen bij baggeren. Dan hebben we een uitvoeringsagenda klimaatneutrale en circulaire infraprojecten. Dit is al ingesteld door het Rijk, hè, dus het valt onder de Rijkstrategie of onder de Rijkuitvoering van het Klimaatakkoord. En we hebben afgesproken met andere overheden om een uitvoeringsagenda te maken. En daar doet de Unie van Waterschappen aan mee. Dus de Unie van Waterschappen is partij in om te komen tot een uitvoeringsagenda onder de Rijksstrategie naar klimaatneutrale circulaire infraprojecten. Dus dit is in ieder geval een kader waarin we met elkaar dus uitvoering aan die afspraken proberen te geven. En als laatste de routekaart schoon en emissieloos bouwen hebben we ook nog. Naast het feit dat het een klimaatakkoord is, zei ik net al van, er zijn ook andere akkoorden die relevant zijn, of afspraken landelijk, die relevant zijn voor onder andere baggeren. En eentje daarvan is het Schone Luchtakkoord met een aanpak voor stikstof. En dat zullen jullie ook wel veel mee te maken hebben. En die hebben ertoe geleid dat de Rijksoverheid heeft gezegd, we willen een routekaart schoon emissieloos bouwen. En dat er dus 60% stikstofreductie moet plaatsvinden in de bouw. Maar dit heeft dus ook implicaties voor mobiele werktuigen en is aan te vullen voor mobiliteit en binnenvaart. En dit gaat met name om de gezondheidsschade te beperken voor mensen, maar ook deze heeft uiteindelijk ook implicaties voor de stikstof natuurlijk in natuurgebieden. Zo snel mogelijk uitfaseren van werktuigen zonder roetfilter hoort daar ook bij. Dan is er nog een laatste en die heb ik hier niet bij staan. Mensen die vorige week bij de bijeenkomst van de Unie waren over schoon en emissieloos bouwen, hebben die ook wel gehoord, denk ik. En dat is dat er nu vanuit volksgezondheid, ministerie van VWS, die is bezig met een vertaling van internationale afspraken waarbij wordt gezegd, jongens, diesel is slecht voor je gezondheid, dus mensen moeten een veilige werkplaats hebben. En dat betekent dus ook dat het gebruik van diesel in de buurt van waar mensen werken, in ieder geval een aandachtspunt is en dat daar nu wordt gewerkt aan beleid om daar op te gaan sturen. Dus dat betekent dat we niet alleen vanuit klimaatakkoord druk komt om te gaan werken met emissiearme voertuigen, vaartuigen. Dat er wordt gewerkt vanuit het Schone Luchtakkoord. Maar als derde, wat een hele belangrijke drijver gaat zijn hiervoor, is de afspraken rondom arbeidsomstandigheden. Dus vanuit de arbo, dat je dus in een schone en veilige omgeving moet kunnen werken. Dat zijn alle drie eigenlijk belangrijke drijfveren om te zeggen van ja, dit is een beweging die we in gang gaan zetten en die ook door zal, waarbij niet de vraag is of we deze kant op gaan, maar in welk tempo dit gaat en of hoe we dat met elkaar voor elkaar gaan krijgen. Deze had ik er nog eventjes bij gezet, maar die ga ik even voor jullie even laten zitten. Dat betekent, hè, er gebeurt heel veel, is heel veel kader, is van belang om het in de gaten te houden. Onder die landelijke afspraken zijn er ook allerlei initiatieven van hoe gaan we dit dan verder vormgeven met elkaar. Nou, ik heb er in ieder geval een paar onder elkaar gezet. Er is de zogenaamde Buyer Group Zero Emissie Bouwplaats. Die is erop gericht. Een Buyer Group zijn initiatieven onder, moet ik even goed zeggen, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ministerie van BZK. Die hebben gezegd van we vinden eigenlijk belangrijk dat opdrachtgevende partijen met elkaar samen gaan nadenken hoe ze die doelstelling op klimaatneutraliteit en circulariteit vertalen naar hun inkoop- en aanbestedingsproces. Dat doen we in een gezamenlijk werkgroep.
En meteen gekoppeld aan een aanbesteding. Dus er zitten overheden in die echt zeggen van nou, we willen eigenlijk dit concreet gaan toepassen in een aanbesteding. En we kijken hoe we daarin wat we daarvan gaan leren. Nou, er is dus een Bayer Group Zero Emissie Bouwplaats. Daar wordt al gewerkt met bijvoorbeeld een meetlat voor fossiele brandstoffen en hoe die kan worden toegepast. Die is ook ontwikkeld. Ben ik alweer vergeten mijn initiatieven te noemen. Nou, noem het nu dan. Er is een biogroep baggeren, zoetwaterbaggeren in ontwikkeling. Er is een onderzoek vanuit de STOA, Fred, ik zie je zitten, over circulair baggeren. En een tool die daarvoor ontwikkeld aan het worden is door onder andere Fred de Haan, die ook vandaag aanwezig is. En ik weet natuurlijk dat je de coördinatiegroep hebt van Vereniging van Waterbouwers en Waterschappen, waar ook afstemming in plaatsvindt over duurzaamheid en initiatieven die hierin plaatsvinden. Dus dat zijn eigenlijk allemaal concrete netwerkplekken waar uiteindelijk wat ik net eigenlijk als globale landelijke afspraak heb neergezet en waar zeker urgentie van uitgaat, zeg ja, en daar moeten we dat dan met elkaar gaan doen. En bijvoorbeeld zo'n biogroup, een van de essenties daarvan is dat er bijvoorbeeld ook echt met elkaar, met marktbijeenkomsten, met de markt samen, dat gaan vormgeven. Nou, nog even kort, wat is nou die opgave? Waar hebben we het nou over? De opgave bij de bedrijfsvoering van de waterschappen. Globaal zeggen we van nou ongeveer landen, of voor alle waterschappen bij elkaar, stoten ongeveer voor 0,7 megaton aan CO2-equivalenten uit. Nou, de tweede zin het is een beetje blijven hangen van een andere presentatie. Wat je ziet is dat daar nu ongeveer van 2/3 door veroorzaakt wordt. Oh, er staat nog een... ja, dank je. Dus 2/3 is ongeveer veroorzaakt wordt door werken en aanbestedingen. Dus dat wat we door anderen laten doen. En 1/3 energie en eigen materieel. Ik heb er 2 pijltjes bij getekend, want waterschappen werken als een idioot om hun energiegebruik te vergroenen en te verlagen. Dat betekent dat het donkerblauwe vlakje steeds kleiner aan het worden is. Op de andere activiteiten, op werken en aanbesteding en eigen materieel, op een paar pilots na, doen we nagenoeg niks. Dus wat je zult zien is dat de bestuurlijke druk vanuit de waterschap ook steeds groter wordt om op die andere werkvelden ook actief te zijn en daar ook daadwerkelijk te gaan werken aan CO2-reductie. Dus je ziet dat eigenlijk de voetafdruk van andere zaken, behalve duurzame, behalve het energieverbruik, steeds groter wordt en daardoor de urgentie ook om hier wat in daadwerkelijk wat aan te gaan doen. Nou, wat zijn nou de opgaven, kansen bij baggeren ook? Hier wil ik niet een uitputtende lijst van maken, maar wel een beetje een beeld geven. Nou, varend materieel draagt significant bij aan de CO2-uitstoot. Dus daar zal je ergens stappen in moeten gaan zetten. En daar hoort deze bijeenkomst bij en dat is hartstikke mooi. Ik heb dat even onder elkaar gezet in een grafiekje of een tabelletje. Wat je ziet is dat door eigen vrachttransport en onderhoud, er zitten dus veel meerdere aspecten aan bij de waterschappen. Scope 1 zit ongeveer op 9, moet ik even goed zeggen. Volgens mij is het 9 kiloton. Ja, dan zeg ik het goed. Excuses. Moet ik even goed zeggen hoor, want ik raak altijd een beetje in de war met getalletjes. Maar 9 kiloton, dus 900.000 ton CO2 stoten we als waterschappen uit volgens de huidige klimaatmonitor. Met eigen onderhoud en vrachttransport en onderhoud scope 1. Dat is al iets omlaag gegaan afgelopen jaren. Maar we hebben kennelijk meer uitbesteed. Want wat er af is gegaan in het afgelopen jaar is er bijgekomen bij uitbesteed onderhoud watersysteem. En dat is 36 kiloton en 38 kiloton afgelopen jaar. Onderin staat het totaal van de hele klimaatmonitor. Dus dat is ten opzichte van voorheen. Dat is precies wat verhaal wat ik net vertelde. Hè. Voorheen was het 36, ongeveer 45 kiloton van de 194. En over 2020 zie je dat het gaat naar
44 kiloton, 45 kiloton van de 150. Dus waar de rest zakt, blijft dit netjes hetzelfde. En betekent dus ook dat de urgentie toeneemt om hier invulling aan te geven. Dit is dat wat we opgenomen hebben in de klimaatmonitor. En ik weet dat sommige aspecten rondom baggeren niet 100% erin zitten. Dus het zou nog wel eens meer kunnen zijn dan wat hier staat. Baggeren draagt bij aan minder uitstoot. Wat zijn dan de kansen? Baggeren draagt dus bij aan minder uitstoot van methaan en CO2 uit het oppervlaktewater. Dat is een van de belangrijkste instrumenten om te kunnen draaien aan het feit dat altijd uit de blubber die in de sloten ligt methaan en CO2 naar boven komt. En daar kan je dus aan draaien door te baggeren. Desalniettemin, dat rottende slip wat je eruit haalt, zorgt in zichzelf ook weer voor uitstoot van methaan en CO2. Dus daar moeten we wel scherper blijven. Bagger is echter een merendeel organisch materiaal natuurlijk en is daarmee geen grote opgave bij het grondstofakkoord. Dus niet dat we zeggen bij het grondstofakkoord, nou we moeten minder afvalstromen hebben vanuit bijvoorbeeld organisch materiaal zoals baggeren. Maar het kan wel ingezet worden als substitutiegrondstof in het kader van circulaire economie. Dus het kan super interessant zijn om bagger in te zetten voor bijvoorbeeld, ik weet al dat het gebeurt bij beschoeien of dus dat er baggerblokken van worden gemaakt of dijkversterkingen. Dus daar is het interessant voor. En volgens mij ben ik nu bij mijn eind. Allemaal hele mooie kansinitiatieven. We hebben ook nog eens een keer flinke opgaven. Maar we moeten het samen doen. We kunnen als waterschappen wel heel mooi bedenken dat we emissieloos willen gaan baggeren. Maar Edwin zal dat straks wel heel mooi vertellen, denk ik. Daar is nog wel wat meer van nodig dan het zomaar over de schutting bij de markt neerleggen. We moeten hier echt met elkaar bekijken welk pad is realistisch en hoe kunnen we de komende jaren deze kant op gaan. Het enige wat ik je wel kan voorspellen is, een andere weg zal er niet zijn. Dus het is niet zo dat we nu nog kunnen zeggen, we zitten over 30 jaar nog steeds met dieselmotoren te baggeren. Want uiteindelijk zal er echt een pad ingezet worden wat iets anders gaat zijn. Vooral het tempo is bepalend, niet het doel waar we naartoe gaan. Daar wil ik mijn verhaal mee afsluiten. Meike, dankjewel voor deze presentatie waarin je ons meegenomen hebt in de kaders, in de afspraken en ook in de stand van zaken. Er is een vraag binnengekomen van Valerie Loespa, een vraag met het grondstofakkoord. 50% minder primaire grondstoffen in 2030 ten opzichte van wat en wanneer. Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat zeker kan ik er iets over zeggen. Maar dat is echt een van de lastigste van het grondstofakkoord. De afspraken waren makkelijk gemaakt en de definiëring vindt nu plaats. Dus ten opzichte van wat en hoe en wat dat precies betekent, daar zijn we nu mee bezig. Wat je eigenlijk als belangrijkste moet vasthouden is dat je zegt van, zeker voor waar we hier bij elkaar zijn, het baggeren, het meest belangrijke zijn die afspraken over het circulair en klimaatneutraal baggeren in 2030. En circulair baggeren is dus met name gericht op, kun je het traject waar Stoa Fred en Haan mee bezig is, kun je bijvoorbeeld je restproduct zo hoogwaardig mogelijk weer hergebruiken, zodat je een oplossing bent voor de opgaven die hier liggen. Dus ik zou daar nog niet zo hard aan hangen. Daar zijn we mee bezig, Valerie. En daar komen we, ik verwacht binnen nu een half jaar dat we daar strakker en scherper afspraken over hebben gemaakt. Oké, dankjewel. Meike, gaan we nu door met de volgende presentatie van Klaas Visser. Over zero emission op zee- en binnenvaartschepen en hoe zouden we dat kunnen doen? Klaas, mag ik jou het woord geven? Ja, Paul, mag je zeker. Ik hoop dat mijn presentatie te zien is op het scherm. Dames en heren, goedemorgen. Dankjewel, Paul, voor de introductie. Mijn naam is Klaas Visser, universitair hoofddocent Marine Engineering. Zoals we dat zo mooi noemen bij de TU in Delft, bij de faculteit Maritieme Techniek. Ik ben blij dat ik dit mooie seminar zit. En weer bij baggeraars en bij baggerwerken. Zeer bekend terrein, voor ons in Delft ook. U kent met name, denk ik, onze hoogleraar Kees van Ree van Dredging Engineering. En Mark van Koningsveld van Civiele Techniek.
Ik zit wat meer aan de kant van de, van de scheepsontwerpen. Maar mijn hoofd... onderzoeksdoel is de maritieme energietransitie. Dus systemen en alternatieve brandstof aan boord van schepen. Die ons in staat moeten stellen om de hoe-vraag te beantwoorden. Die zo mooi opgeworpen werd door Meinken. Het is niet zozeer een kwestie van dat we in een transitie gaan. Maar wel de technologische oplossingen die daarvoor aan de orde zijn. In het komende kwartier... zal ik vanuit het perspectief van waterstofoplossingen graag een aantal onderzoeken van ons met u willen delen. Die naar mijn mening in belangrijke mate zullen bijdragen aan de decarbonisering van schepen. En dus ook van baggerschepen en baggertransport. Uiteraard zijn er meer oplossingen dan alleen maar toepassing van waterstof. Laat ik daar vooral mee beginnen. En u zult vandaag ook, denk ik, een hele mooie presentatie zien van de toepassing van elektrische toepassingen, batterij-elektrische toepassingen in baggersystemen. Wat ook een hele mooie zero-emissie oplossing is voor die schepen en voor die toepassingen, voor die operationele profielen die wat langer op zee zijn of die wat langer gebruikt moeten worden. Is de energiedichtheid van de inzet van batterijen misschien te laag. En dan komt al heel snel waterstof om de hoek kijken. Ik zal mijn presentatie, ik hoop dat u nu ook mijn tweede sheet ziet. Een beetje drukke sheet. Ze worden rustiger, kan ik u garanderen. Dus wees niet ongerust in de loop van de presentatie. Maar ik zal mij daar met name richten op waterstof. Als denk ik een superieure oplossing. Voor totaal emissieloos opereren van een schip, voor zover je voldoende waterstof met je mee kan nemen. Dat is eigenlijk de kern van mijn presentatie. En eigenlijk begin ik met de oplossing. En dat is de omzetting van waterstof in brandstofcellen. Want dan hebben we eigenlijk alles waar Meinke om vroeg in de vorige presentatie, een complete eliminatie van de emissie. Dus niet alleen maar geen CO2 meer. Maar ook geen NOxen. Waanzinnig belangrijk, denk ik, in de stikstofdossier. Zeker ook in Nederland. Mocht er nog zwavel in het brandstof zitten, ook geen zwaveloxiden meer. Ook geen fijnstof. Belangrijk onderwerp. En trouwens ook geen geluid. Het is een stille omzetting. Toch allemaal kwalificaties van energieomzettingen waar we niet alleen in de baggerij, maar in vele sectoren. Zeker ook in de binnenvaart en op ferries en trouwens ook bij de marine en superjachten, nou noem het maar op zitten te wachten. Dus de combinatie van brandstofcellen en waterstof, eliminatie van emissies, stil, een solid state omzetting. Het is ook nog opgebouwd uit stacks, modulair opgebouwd, dus geen single point of failure. Als er een keer een stack misgaat, dan is het wat anders dan een uitlaatklep die breekt in de dieselmotor. Waardoor gelijk de hele motor niet meer beschikbaar is. Dus met het uitvallen van de stick is er nog 95-99% beschikbaarheid over. Dus dat is een totaal ander concept aan boord van schepen. En de efficiëntie, hoeveel energie krijg je nu uit een kilo brandstof of een kilo energie die je aan boord brengt. Die efficiëntie is ook eigenlijk een stuk groter dan die van dieselmotoren. De kern van mijn betoog is niet zozeer van wat is hierop af te dingen, maar hoe krijgen we in vredesnaam genoeg waterstof veilig mee aan boord? Dat is eigenlijk het kernvraagstuk voor de toepassing van waterstof aan boord van schepen, maar ook vliegtuigen en voertuigen. Ik zal mij beperken tot schepen vandaag. Het moet veilig zijn. En ook de certificatiemaatschappijen, Lloyds en DNVGL, moeten dat vinden. Een van de allerbelangrijkste criteria is natuurlijk de volumetrische energiedichtheid, zoals ik die noem. Dus zoveel mogelijk energie meenemen in een kubieke meter, in een kubieke meter ruimte die je aan boord hebt. En het moet ook eenvoudig te distribueren zijn en veilig. Nou, dan zie je aan de rechterkant van het plaatje allemaal opslagvormen van waterstof. En de meest bekende zijn die van gas. En die van liquefied, vloeibaar gemaakte waterstof, die verhouden zich wat minder goed met de criteria die ik net noemde. Je neemt dan heel veel gasvormige brandstof aan boord met compressed gas.
met een heel laag vlampunt, 15 graden Celsius, dus wat gemakkelijk kan exploderen. Wat ook niet zo eenvoudig te transporteren is, je hebt toch eigenlijk vaak om voldoende energie te transporteren daar pijpleidingen voor nodig. Of heel veel vrachtauto's, dus dat levert nogal wat beperking op. Liquefied hydrogen, je kan het doen door het ook vloeibaar te maken, hè, net als met LNG. Nou, dat doe je dan met 20 Kelvin. Dat is best wel koud, hè, min 253 graden Celsius. Dat brengt allemaal technologische uitdagingen met zich mee. Dus daarom is er vanuit ons onderzoek heel veel belangstelling voor nieuwe waterstofdragers. Laat ik dat even zo noemen. Dat zijn bijvoorbeeld liquid organic hydrogen carriers. Maar waar ik mij vooral op zal concentreren, in de 10 minuten die ik nog heb, dat is op waterstof in de poeder. Dat zijn eigenlijk boron hydride solids, boorhydrides. En in de volgende sheet geef ik u aan, en dit is de laatste sheet met chemische vergelijkingen en met getallen. Maar hierin ziet u dat de energiedichtheid van zelfs 700 bar waterstof best wel heel laag is. Dat ziet u links onderin de karakteristiek. Maar in dit geval heb ik het over die solid hydrides. In dit geval is het, noem ik bijvoorbeeld de stof als natriumboorhydride. Een vaste stof die hard op weg is, relatief dicht qua volumetrische energiedichtheid staat bij wat we allemaal kennen, diesel. En waarvan we weten dat dat gaat verdwijnen. Wat is zo aardig aan deze brandstof? Het is een cyclische brandstof. Een circulaire brandstof. Het woord circulariteit is ook al door Meinke genoemd. Het is een waterstofcarrier die je aan boord meeneemt. Daar moet je water bij doen. Dat is geen probleem aan boord van schepen. Het moet wel heel zuiver water zijn, komt er wat bij. Maar in principe moet er alleen maar water bij om daar waterstof uit te halen. Dus je neemt dus geen pure waterstof mee, maar op zich een relatief veilig poeder. Dan hou je er reststof over. En het idee is dat die reststof, dat je daar dan weer groene energie bij doet. En we werken nu ook concepten uit dat groene energie kan zijn die bijvoorbeeld op de wal aan die spent fuel toegevoegd kan worden. En dan wordt er weer nieuwe waterstof van of een nieuwe natriumboorhydride van gemaakt. Dat kun je dan weer naar het schip toe transporteren. Daar voeg je dan weer water bij en dan krijg je daar weer waterstof bij. Dus het is een circulair proces waarbij het enige wat je erin stopt groene energie is. En aan boord van een schip water om die kostbare waterstof te maken. Dus dichtheid superieur. Is het veilig? Flashpoint is hoger dan dat van diesel. Dus heel veel classificatiemaatschappijen ademen dan weer op. De zelfontbrandingstemperatuur 220 graden Celsius. Dat is ook relatief veilig. Het is niet vlambaar, niet corrosief. En het is ook niet toxisch. Dus het onderscheidt zich ook echt van andere waterstofdragers als ammonia en methanol. Beperken we ons dan tot een PowerPoint-presentatie. Daar kunnen we geen boterham mee verdienen en daarmee krijgen we die klimaattransitie ook niet op pad. Dus we hebben dit ingebracht in een Europees interregproject, H2 Ships, waar we een demonstratievaartuig ingebracht hebben, een demonstrator, die gebouwd wordt door Port of Amsterdam. En u ziet al een impressie van het schip aan de linkerkant van deze sheet. Dat is een nieuw havenvaartuig, batterij elektrisch, wat een brandstofcel gaat gebruiken voor zero emissie in de haven van Amsterdam en in de grachten te varen. En wat een brandstofcel gaat gebruiken om die batterij weer op te laden. En u ziet het al in deze sheet. Het is een 90 kilowatt PEM brandstofcel met lithium-ion batterij. Maar met natriumboorhydride als hydrogen carrier. Dus we gaan de eerste ervaring met deze waterstofcarrier opdoen in dit schip. We hebben al wat intermediate successen daarmee, die voor u ongetwijfeld belangrijk zijn. Dus op dit moment heeft Lloyds in de HACCP nog geen showstoppers ontdekt. De Milieudienst zegt dat het gebunkerd kan worden zonder additionele veiligheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld geen safety area rond het schip.
wat voor binnenvaart en voor shorts hier hartstikke belangrijk is. Grote zorg is altijd, kan er waterstof vrijkomen in omsloten ruimtes, zelfs als je onder bruggen vaart. En ook die hurdle is met succes genomen. Nou ja, voor de technische geïnteresseerden is dit dan het voortstuwingsconcept waar we gebruik van maken. Natriumboriumhydride, waar water, dat moet dan wel heel zuiver water zijn, toegevoegd wordt, maar heel zuiver water is geen probleem aan boord van het schip. Dan komt er gewoon een eenvoudige hydrolyse reactie onder invloed van een katalysator die naar een brandstofcel gaat en waarbij dan een geëlektrificeerd voorstuwingssysteem, nou ja, dat worden alle voorstuwingssystemen in de toekomst, een voorstuwer kan aandrijven en trouwens natuurlijk ook de rest van het schip van elektriciteit kan voorzien. En dit is de presentatie wordt beschikbaar gesteld, dames en heren. En dan kunt u ook na dit seminar nog even rustig kijken wat dan de oplossing wordt. Maar u ziet dus ook dat de inbouwuitdaging van dit soort nieuwe systemen behapbaar is. Dus zelfs in dat relatief kleine schip kan deze installatie ondergebracht worden. U hebt ongetwijfeld vragen over de tijdlijn. Het detail design is achter de rug. Begin volgend jaar gaat er gebouwd worden. Eind volgend jaar gaat er gevaren worden. Even heel snel, we beperken ons niet tot een demonstratievaartuig in de haven van Amsterdam. We hebben inmiddels ook al een studie uitgevoerd voor het serieuze short sea werk. Een cargo vessel van 11.000 ton. Waar we gezegd hebben, ja, wat betekent dat nou als wij de dieselmotor gaan vervangen door een brandstofcel en dan natriumboorhydride en een natriumboorhydride reactor als waterstofdrager? Nou, de conclusie is dat het er heel goed in past. Dat we ook niet heel veel water nodig hebben, omdat er ook water uit de brandstofcel komt. Hè, dus dat we misschien wel zelfs op een neutrale manier het water kunnen gebruiken voor deze reactie. Dat de omvang van de systemen zeker niet groter is van toepassing van een dieselmotor, waarbij we ons al ook moeten realiseren dat dieselsystemen steeds uitgebreider gaan worden met alle additionele apparatuur, met name afgasreinigingsapparatuur zoals NOx-reducties die in de SIR moeten plaatsvinden om aan toekomstige regelgeving te gaan doen. Nou, ik kom tot een afsluiting, Paul. Dit zijn de ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Aan de rechterkant, u ziet een opbouw in het vermogen wat we willen gaan creëren met deze waterstofoplossing. Inmiddels zijn de eerste plannen er om naar een 350 kilowatt module te gaan, die op kleinere baggerschepen, maar ook op offshore en op binnenvaartschepen geïnstalleerd kan worden. En aan de linkerkant doen we met de Universiteit van Amsterdam er alles aan om die regeneratie, waar ik vandaag niet aan toegekomen ben, maar om die spent fuel, die restbrandstof die je overhoudt als de waterstof eruit gehaald is, om die met groene energie op te werken, circulair naar nieuwe brandstof, om die voor de komende periode ook onder invloed van het maritieme masterplan met enorme investeringen, dat in ieder geval dat er een regeneratie- en productieproces is om voldoende poeder beschikbaar te maken. En dat is mijn laatste sheet, voorzitter. Die regeneratie waar ik het net over had, die willen we in 2022 al gaan demonstreren. Er komen implementatie pilotmodules ons op schepen. Als er belangstellenden zijn vanuit de baggerindustrie die hieraan deel wil nemen om tot een volstrekt emissieloos en langdurig operationeel vaartuig te komen, en ook met Koninklijke IAC heb ik het wel eens over gehad, dat ook Beavers met een natriumboorhydride reactor en een brandstofcel zich zeer, zeer goed lenen natuurlijk voor langdurig, bijna autonoom gebruik in een zero-emissie omgeving. En misschien ook wel zelfs dan met een regeneratieplant met groene energie op de kant. Zoals ik zei, de wereld is zeer, zeer in beweging, ook maritiem. Dus we zijn met hele grote groeifondsplannen bezig, waarvan het eerste nu al geactualiseerd is. En dat is een R&D-plan van 150 miljoen euro, waar ook deze techniek in ondergebracht zal worden. Dat concludes mijn brief, meneer de voorzitter. Ik sta open voor elke mogelijke reactie van u.
Wees van overtuigd dat met name de hoe-vraag bij ons in Delft met heel veel plezier en heel veel inzet beantwoord gaat worden. Oké, dankjewel voor jouw enthousiaste presentatie, Klaas. Wat dat betreft, je neemt ons echt mee op reis in de energietransitie in de scheepvaart. Er zijn een aantal vragen binnengekomen terwijl jij bezig was. Ik ga ze maar even af, dat kan denk ik wel. In het plaatje wat jij liet zien, zou diesel een grotere energiedichtheid hebben dan de natriumboorhydride. Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. Laten we even helder zijn onder elkaar. Die dieselbrandstof was nog zo'n slechte brandstof niet. Dus op het gebied van volumetrische energiedichtheid geeft hij ons alles wat we maar willen wensen. En dat blijkt ook wel vanuit de enorme toepassing van dieselbrandstof en interne verbrandingsmotoren wereldwijd. 99% van de schepen is ermee uitgerust. Dus iedere alternatief moet zich meten met diesel. Dat is niet eenvoudig. Ammonia, methanol zit een stuk lager qua volumetrische energiedichtheid. En gasvormige waterstof helemaal, om maar te zwijgen van batterijen. Die leggen het qua energiedichtheid allemaal af tegen diesel. Ik zou de vraag om willen draaien. Natriumboorhydride is een van de zeer weinige alternatieven die zeker qua volumetrische energiedichtheid nog in de buurt komt van wat wij gewend zijn aan diesel. Oké, dankjewel. De vraag van Carlo Tonnar. Hoeveel energie heb je nodig om die waterstof te maken? En dat in kader van cradle to cradle. Hè? Want hoeveel energie moet je in die natriumboorhydride stoppen om dat te krijgen? Ja, nou ja, natriumboorhydride is natuurlijk een brandstof, hè, dus daar moet je sowieso energie in stoppen. Dit is een hele goede vraag. Ik kan hem alleen maar beantwoorden in het kader van hoeveel energie heb je nodig voor die regeneratie. En dan denken wij in efficiencies. Nou, de efficiëntie met het meest eenvoudige proces waar we nu mee willen beginnen is best wel laag. Is niet hoger dan tussen de 15 en de 20. Misschien oplopend naar 25%, dus een stuk lager dan electrolyzers. We kunnen het doen met renewable energie. Hè? Dat is toch een andere benadering dan het gebruik van fossiele brandstof erin. Twee, we moeten onszelf ook wel realiseren dat we van dit soort oplossingen afhankelijk zijn om anyhow waterstof mogelijk te maken aan boord van het schip. Het is mijn stellige overtuiging dat alleen maar denken in gas of vloeibaar waterstof, dat is niet houdbaar voor schepen die langere tijd op zee zijn. En drie, samen met de Universiteit van Amsterdam zijn we met een volstrekt elektrochemisch proces bezig, waarbij we echt helemaal direct vanuit elektrische energie natriumboorhydride maken. Dat heeft een stuk hogere efficiëntie. Misschien nog één toevoeging ervan. Het proces waar we nu mee bezig zijn, dat is een reductie met magnesium, magnesiumoxide, die we ook weer circulair regenereren. Maar daar hebben we geen waterstofgas mee nodig. Dus alle inspanningen nu, Maasvlakte, IJmuiden, Eemshaven, waarin waterstofgas geproduceerd wordt, die kunnen evengoed voor industriële toepassingen ingezet worden. Wij kunnen deze brandstof maken uit de spent fuel, waar al wateratomen in zitten. En de waterstofatomen in dat water kunnen dan gebruikt worden om weer nieuw waterstof in het natriumboorhydride te brengen. Dus een buitengewoon elegant proces. En we doen er alles aan om die efficiëntie omhoog te krijgen. Oké, dankjewel. Kan dit systeem ook toegepast worden in klein baggermaterieel, hydraulische graafmachines, schuifbootjes, dus inderdaad wat kleiner materieel? Of is dat nog ver weg? Nee, dat is niet ver weg. Dat is zeer zeker toepasbaar. Het feit dat ik mij nu beperk tot maritiem is het feit dat we er water voor moeten gebruiken. En dat is natuurlijk een hele logische en comfortabele omgeving voor schepen. Maar ik weet dat de technology provider waar wij mee samenwerken, die spreekt met automotive, hè, dus ook zwaar wegtransport, is hier geïnteresseerd. Je moet wel een oplossing voor het water hebben wat je dan mee moet nemen. En zelfs de luchtvaart is voor middengrote afstanden geïnteresseerd hierin. Dus hier ligt geen beperking. Okay. En ik zag trouwens al in Ritterkerk laatst een presentatie.
Ik denk van een ander waterstofpoeder, waar dat gebruikt werd voor grote kranen, hè, voor kranen op bouwplaatsen, om die met waterstofpoeder te laten werken. Dus daar ligt geen technologische beperking, laat ik het zo zeggen. Oké. Laatste vraag, Klaas, van Charles Moreau. Hoeveel natriumborhydride per uur is nodig om een machine van 280 kilowatt aan te drijven? En hoe groot zijn die installaties? Ja, die installaties... Dat is heel specifiek, maar misschien kun je wat algemeens daarover zeggen. Ja, ik respecteer altijd in ieder geval uw verwachting dat ik dat zo kan uitrekenen. Ik moet u teleurstellen daarin. Installaties zijn zeker niet groter dan die van de dieselmotor. Dus dat heb ik al laten zien. Laat ik het even in een ander perspectief stellen. Een binnenvaartschip met een vermogen van zeg maar 400-500 kilowatt, kleine binnenvaartschip, heeft 5 kubieke meter natriumborhydride nodig om heen en weer te varen van Tata Steel in IJmuiden naar Maastricht. Dus we praten over toch volumina nu in opslag die vergelijkbaar zijn met die van diesel. En dat is natuurlijk ook logisch. De energiedichtheid ligt dicht bij diesel. En de efficiëntie van de fuelcel is een stuk hoger dan die van de diesel. Oké, dankjewel. Ik wil hiermee ook jouw presentatie en toelichting beëindigen. Dank zover. Gaan we door met de volgende presentatie. Je tempo is hoog. Ik hoop dat u dat bij kan houden. Maar Edwin Lokkebol zal ons nu meenemen met zijn brede blik op het klimaatakkoord. Edwin, mag ik jou het woord geven? Zeker, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Als het goed is, heeft u mijn presentatie op het scherm staan. Ik zal de presentatiemodus daarvan maken. Ja. Ja, nou, hij staat erop. Nou, het is toch hartstikke mooi om iemand op te volgen die echt ergens verstand van heeft, dames en heren. Dus ik maak het verhaal weer wat generieker. En ik ga eens met u kijken waar we in de praktijk tegenaan lopen. Wat mooi is, denk ik, in de opbouw, dat Mike het echt had over de ambities. Wat speelt er op het gebied van klimaatakkoord en hoe gaan waterschappen daarmee om? Aanbestedingsinstrument. Klaas maakte duidelijk wat er op het gebied van techniek gebeurt. Zometeen gaat René vanuit de praktijk vertellen waar hij onder meer met Smalls tegenaan loopt. En ik bekijk wat generieken van wat moeten we samen doen om in deze transitie richting emissieloos bouwen, richting emissieloos baggeren, echt verder te komen. Nou, dat vertel ik vanuit het emissieloos netwerk Infra dat we hebben. Hier ziet u wat logo's van bedrijven die zich daarin verenigd hebben. En daarin zitten droge bouwers en natte bouwers. U herkent er ongetwijfeld een aantal. En het idee is dat we samenwerken vanuit de private kant, tezamen ook met publieke opdrachtgevers, omdat die transitie richting emissieloze motorisatie echt versneld moet worden. Als we zien wat nodig is en als we zien wat er nu op de markt is, ik ga hier in het begin wat snel doorheen hoor, omdat u ook op de website veel meer kunt lezen, ziet u dat we toe moeten naar een situatie dat die emissieloze motorisatie, dat kan zijn op waterstof of letterlijk elektrisch, dat de productie daarvan veel sneller moet gaan dan dat momenteel het geval is. Bijzonder aan de ontwikkelingen die net ook beschreven werden, is dat elektrische zuigers helemaal niet zo nieuw zijn. Want we zien dat toepassing van elektrificatie bijvoorbeeld helemaal geen nieuw proces is. Voor de liefhebbers van auto's bijvoorbeeld, ik woon niet ver van het Lauwman Museum. Den Haag Wassenaar die kant op. Lauwman is de importeur van Toyota die een prachtig museum heeft. Ga daar eens kijken en dan zie je elektrische auto's van, ik meen uit 1924 staan bijvoorbeeld. Dus toen werd er ook al op batterijen gereden. Nou, dit boek kwam ik tegen in een jubileumeditie dat onder meer bij het, ik meen 150 jaar bestaan van Van Oort, de baggeraar is gemaakt. Dit is een schip dat voor de oorlog al werd ingezet. Een elektrische zuiger. De eerste kleine zandzuiger van de firma Broekhoven. Het is bijzonder aardig om dat tegen te komen. Maar als we nu zien met welke vermogens tegenwoordig gewerkt wordt, kunnen we wel stellen dat met dergelijke scheepjes we niet de productie kunnen halen die tegenwoordig gehaald moeten worden. Maar ik vind het wel aardig om dit even te laten zien. Nou, vanuit de context, waar lopen we tegenaan? Daar ga ik ook wat snel doorheen. Maar dit hebben we allemaal gezien. En Klaas had het net over de energiedichtheid van diesel. Is nog niet zo gek, maar we constateren gewoon dat fossiele brandstoffen eindig zijn. En dat is wat het emissieloos netwerk Infra betreft een punt.
De grote vraag is natuurlijk of richting de emissieloze bouwplaats, waarvan onder meer Rijkswaterstaat heeft gezegd dat ze die in 2030 gerealiseerd willen zien, of dat niet te ambitieus is. Nou, we denken dat op het gebied van motorisatie, zeker bij motoren met een grote energiebehoefte, die met piekvermogens werken, dat is zeker met baggervoertuigen het geval, dat nog wel eens een stap te ver kan zijn. Maar alles gaat die kant van emissieloos op. Als je het beleid op een rijtje zet, en dat heeft Mike veel beter gedaan, dan zie je dit eruit komen. Overigens nogal aardig om gewoon eens op te zoeken. Als je kijkt naar de energiebehoeften van een graafmachientje van 10 ton, dan zie je dat dat materieel, hè, kleine graafmachientjes, al steeds vaker met de stekker geleverd worden. Het middenmaterieel is het materieel dat op de bouwplaats, veel materieel ook dat voor grondverzet wordt ingezet, dat daar de meeste emissies plaatsvinden. Als we kijken naar wat er letterlijk op de bouwplaats gebeurt, dan heb ik het over stikstof en CO2, dan is 55% dat van alle emissies op en om de bouwplaats, dan heb ik het ook over natte en droge bouwplaatsen, veroorzaakt wordt door vooral grondmateriaal dat voor grondverzet wordt ingezet. Vanaf 250, 280 kilowatt wordt ook wel gesproken over middelzware machines. Het is best eens aardig om te kijken wat sommige machines gebruiken die echt, waarbij je met piekvermogen te maken hebt. Laat staan hele grote zuigers die zand opzuigen, dan ben je er niet met een paar honderd kilowatt. Dat weet iedereen wel. Dus daar liggen echt hele grote vraagstukken. Nou, waar wil ik naartoe? Hier zie je even wat materieelstukken die te leveren zijn. En we zien dat dat we in Nederland, dan heb ik het over zwaar materieel, rijdend en rollend. Maar alles dat met rupsbanden kan rijden of met rupsbanden kan worden uitgelegd, wordt ook gebruikt op werkschepen. Dat is typerend ook dat we bij bagger niet alleen spreken over kuttenzuigers bijvoorbeeld, maar ook gewoon over machines die op een ponton gezet worden. Hydraulisch baggeren vindt plaats en dan zien we dat materieel echt op maar alleen in pilotvorm geleverd kunnen worden. Nou, wat is de essentie van wat ik wil vertellen? Dat we te maken hebben met een zekere complexiteit van techniekswitch. Het is opdrachtgevers die denken soms, vind ik, wat te makkelijk na over deze transitie. Zo van beste baggeraar of beste aannemer, doe maar emissieloos. Dat is een vraag die te simpel gesteld is. Daarentegen zie ik ook opdrachtnemers die zoiets hebben van ja, zet het maar in de aanbesteding. Nou, met een dergelijke gedachtegang zijn we er niet. Want waar we ook tegenaan gaan lopen, en nogmaals, René komt daar zo op terug, is van ja, maar hoe zit het dan met de elektriciteitsvoorziening? Hoe zit het met het leveren van piekvermogen als het elektrisch uitgevoerd gaat worden? Hoe zit het met batterijcapaciteit? Hoe zit het ook met contracten die op de markt komen waarin nog maar beperkt materieel kan worden ingezet? Dus eigenlijk, als ik dit zo op een rijtje zet, dan zijn er vraagstukken die zowel met energiedrager te maken hebben, met de opwekking van elektriciteit. Want als elektriciteit uit een kabel komt, is het dan wel groen als we echt de CO2 footprint moeten berekenen. En hoe zit het op de bouwplaats? Maar ook hoe zit het met de aandrijflijn? Er wordt veel geëxperimenteerd ook bijvoorbeeld met motorisatie, zowel op schepen als in machines. En het simpel inbouwen van elektromotoren in iets waar voorheen dieselmotoren zaten, leidt ook weer tot problemen met betrekking tot overdracht, aansturing van hydrauliek, afstemming van software. En ook de gebruikservaring van een machinist die ermee moet werken of een schipper die ermee moet werken, behoeft aandacht. Iets anders waar we ook als een emissieloos netwerk infra tegenaan lopen, is laten we vooral ook dezelfde stekkers en kabels ontwikkelen. Zodat als er ergens ook een stekker ligt, dat we ook de juiste afspraken over veiligheid maken. En hoe zit het met de positie van netwerkbedrijven? Nou, dus vanuit die complexiteit hoop ik te hebben duidelijk gemaakt dat de opdrachtgever die het maar even emissieloos uitvraagt, het wat te simpel stelt. En de aannemer die zegt van ja, doe maar, zet het maar in de aanbesteding, dat het ook wat simpel is. We hebben met kip-ei-dilemma's te maken. Dat wil ik eigenlijk duidelijk maken. En ik heb er hier een aantal op een rij gezet. Wat je ziet bij leveranciers van machines, is dat die wachten totdat aannemers het bestellen. Aannemers willen graag perspectief op werk. Dus die willen graag dat waterschappen zeggen van ja, kom maar op met dat emissieloze materieel. Het probleem is dat vooral in de beginfase, en ik gaf een aantal pilotmachines aan, iedereen ook ziet dat zolang dit materieel niet seriematig geproduceerd kan worden, het soms 2 tot 3 keer duurder is. Dus partijen wachten op elkaar. Nou, hoofdaannemers bijvoorbeeld, die grote mantelcontracten afsluiten,
die kijken ook weer naar de opdrachtgever en die zeggen ja, ik wil wel investeren, maar dan wil ik graag meerjarig perspectief hebben. Dus ik wil een onderhoudscontract niet voor 2 jaar hebben, maar graag voor 4 jaar of 5 jaar, zodat ik ook een financier kan vinden die dat duurdere, emissiearme of emissieloze materieel ook wil financieren. En onderaannemers, die geven aan, ja, die hoofdaannemer die kan dan wel voor 5 jaar perspectief hebben. Maar ja, als ik nog steeds tegen een hele lage prijs of soms ook maar een uurtarief wordt ingehuurd, kan ik ook mijn emissiearme of emissieloze materieel niet inzetten. Ook interessant is de positie van energiebedrijven. Via Emissieloos Netwerk Infra hebben wij een overleg gehad met de NLA, de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. In heel Nederland worden de komende 6 jaar 1,2 miljoen laadpunten aangelegd voor de automotive en ook voor de logistiek. Pas het afgelopen half jaar hebben wij namens de gemeenschappelijke bouwbedrijven ook aangegeven, ja ho, wacht even, we hebben ook nog zoiets als bouwlocaties. En denk eens na over bouwlocaties waarbij je projectmatig werkt. Want bij een kanaal bijvoorbeeld, zie daar maar eens de faciliteiten te krijgen. Om bijvoorbeeld een stekker of een kabel aan te sluiten op het netwerk. Dus we zien dat energiebedrijven eigenlijk het afgelopen half jaar, laten we het maar noemen, op een nette manier wakker geworden zijn. Maar ook proberen te versnellen, maar ook beseffen dat ze niet alles kunnen doen. Vanochtend nog in het Algemeen Dagblad een stuk van Liander. Ik heb laatst met Stedin gesproken. Ja, die zien echt een enorme golf op ons afkomen. Ander vraagstuk is ook, ik ga wat verder met kip-ei-dilemma's. Is dat bijvoorbeeld, als het zit over, nou Klaas gaf duidelijke voorbeelden aan, dat er naar alternatieve vormen gezocht wordt en ook naar alternatieve vormen van brandstoffen. Hoe krijg je ook waterstof bijvoorbeeld naar de locatie waar gewerkt wordt? Als je van A naar B vaart op een rivier met vaste lading, kun je op die punten daar waar je die lading moet overslaan in een aantal havens bunkeren. Dus het aanbieden van brandstoffen of alternatieve brandstoffen in de vorm van HOV of waterstof in de toekomst zit hem niet alleen in de beschikbaarheid van de juiste energetische mix, om het zo maar te zeggen, maar ook met de beschikbaarheid van de fysieke brandstoffen. Dat noem ik dan de ellende, is vaak dat baggeraars overal op alle locaties werken. Dus dat betekent dat je in een gecomprimeerde vorm die brandstof ook naar de bouwplaats moet zien te krijgen of naar de plek moet zien te krijgen daar waar gewerkt wordt. Het waterstof bijvoorbeeld, nu op de bouwplaats wordt er geëxperimenteerd met ook een graafmachine op waterstof. Onder bepaalde omstandigheden is dat zelfs een hoog explosieve stof die in de binnenstad nog ineens gebruikt mag worden. Dus we zien op het gebied van voorschriften, veiligheid, dat ook daar die kip-ei-dilemma's moeten doorbreken. Ja, wat zien we gelukkig wel gebeuren, want ik noem alleen maar problemen. Hè. Ik ben al even aan het praten, dus ik ga ook zo naar een afronding. Dat waterschappen een aantal daarvan echt snelheid proberen te maken. Dat ze erkennen dat er hoge ontwikkelkosten zijn. Bijvoorbeeld sterke lekdijk, de dijkversterking. Daarvan hebben ze ook gezegd van joh, dat is een werk van pak een beet 6 tot 8 jaar. Wij geven dat perspectief ook aan de aannemers die daar aan de slag gaan, zodat ze ook meerjarig kunnen investeren. Dus gelukkig zien we steeds meer contracten op de markt komen. En dat is die laatste ook, waarbij voor een coöperatieve een langdurige contractvorm gekozen wordt. Hoor ik veel partijen ook zeggen, ja, is dat niet in het voordeel van grote bedrijven? Nee, een aantal waterschappen hebben juist aangegeven dat ze ook voor het regionale en MKB-bedrijf een aantrekkelijk opdrachtgever willen zijn. Dus dat ze ook MKB-bedrijven op dit vlak perspectief willen bieden. Nou, je bent eerder bereid om investeringen te doen als je die investering niet alleen het eerste jaar kunt gebruiken, maar meerjarig ook het gevoel krijgt dat je dat gedurende die periode kunt inzetten. Cruciaal is ook om goede afspraken op de emissiereductie feitelijk te maken. En in dat geval is het eigenlijk ook aan te bevelen dat iedere opdrachtgever een eigen transitieagenda maakt. Want de slag naar volkomen emissieloos kan niet. We moeten aandacht blijven houden voor emissiearme alternatieven. Motorisatie bijvoorbeeld met een stage 5 motor is echt al van een andere orde dan eentje met een stage 3 motor. Daar zie je ook al een radicale reductie van emissies. Mij hoor je niet zeggen dat het fossiel is dat de toekomst blijft hebben. Want ik geloof echt dat het richting emissieloos gaat. Maar we moeten wel zo reëel zijn dat je alle alternatieven die je nodig hebt om maar te komen tot echt een radicale reductie van emissies moet zien te gebruiken. Het is niet voor niks dat zo gestuurd wordt. Hè. Deze week hebben we ook gezien dat er een partiële vrijstelling in de bouwfase voor stikstof is. Die is er alleen om maar te zorgen dat we kunnen blijven baggeren en kunnen blijven bouwen.
Gelukkig zien we dus dit ook, hè? Dus stuur op emissies en zorg ook dat in aanbestedingen een positieve prikkel komt. En we hebben allemaal gezien dat ook met CO2-prestatieladders, dat er op basis van een ambitieniveau wordt uitgevraagd. Nou, daar ben ik zelf niet zo voorstander van. Het heeft wel ertoe geleid dat er steeds meer aandacht is voor CO2-reducties. Maar een aannemer die durft te investeren, die moet daar ook beloond voor worden in de aanbesteding. En nou, met de NKI komen daar hele goede instrumenten voor. Dit zien we ook gebeuren. Maaike noemde ook het Schone Luchtakkoord. Natura 2000 gebieden. Ja, we kunnen niet overal aan de gang met de kutterzuigertje dat elektrisch is. Of met de pilots die Klaas noemde. Begin nu daar waar het probleem het grootste is. Dus in de buurt van Natura 2000 gebieden. En publieke opdrachtgevers. Ik heb van de week een overleg gehad van Rijkswaterstaat, de gemeente Den Haag, het Rijksvastgoedbedrijf en de provincie Zuid-Holland tezamen willen ook kijken of ze de juiste keuzes maken om daar te beginnen waar het probleem het grootst is. Ik kan me heel goed voorstellen dat juist bij baggeraars en bij bijvoorbeeld hydraulisch baggeren en baggeren met een kutterzuigertje, dat in de buurt ook van Natura 2000 gebieden is. En het in één keer emissieloos maken lukt gewoon niet. Dus niet alles kan tegelijk en overal. Nou, tot slot, hier heb ik het ook al over gehad. Besteed programmatisch aan. Wat geweldig is, is dat de waterschappen een aanbestedingskalender hebben. Maak daarin ook duidelijk op welke manier je richting 2030 gaat. Dus dat betekent eigenlijk al dat je volgend jaar in 2022 en 2023 10% richting emissiearm of emissieloos zal moeten aanbesteden. En dat je daar een koplopers ook op positie geeft. Waarom koplopers een positie geven? Omdat dan investeringen loskomen en ze dat perspectief ook kunnen gaan zien, waardoor er ook geïnvesteerd kan worden en ook het peloton kan volgen. In 2026 moet er tenslotte al zicht zijn op resultaten. Want dat heeft het Rijk gezegd. Het Rijk heeft gezegd tegen ons allemaal, tegen alle bouwers in Nederland, van joh, wij geven die partiële vrijstelling. Maar er moet wel duidelijk gemaakt worden dat er echt een ongelooflijke hoeveelheid megaton bespaard worden. Nou, daar heeft Maaike ook wat over gezegd. En dat betekent dat wij als sector in de GWW met alle bouwers tezamen moeten kunnen aantonen in 2025 wat we hebben gedaan om tot die radicale emissiereducties te komen. En als we dat niet doen met z'n allen, heeft de Rijksoverheid, en dat is wettelijk vastgelegd in de Staatscourant deze week, het recht om verplichtingen op te leggen. Dus als we niet hiermee aan de gang gaan, kan het zijn dat bepaalde type motoren gewoon verboden kunnen worden. Waarom klink ik een beetje ongeduldig? Ik heb eens uitgerekend hoeveel werkdagen we hebben tot 1 januari 2026. Dat zijn een pak en beet nog 900 werkdagen. Een jaar heeft ongeveer 200 werkdagen, dus reken maar uit. Maar ik ken ook de doorlooptijd van sommige aanbestedingen. Dus we moeten tempo gaan maken. De essentie van mijn verhaal is dat het even simpel uitvragen niet zo simpel is, gegeven de praktijk. Dus dat we vooral in dialoog, bijvoorbeeld op basis van zo'n aanbestedingskalender, elkaar verder moeten helpen. Want ik denk dat alleen de opdrachtgever het niet gaat redden, maar ook alleen baggeraars gaan het niet redden. Dus ik denk dat we het vooral in die samenwerking moeten zoeken. Ik wil het hierbij laten, Paul, voorlopig. Dankjewel, Edwin. Weer al iedereen in beeld. Mooi verhaal. En in jouw laatste woorden van ja, wat is nu exact de essentie van datgene wat je naar voren gebracht hebt? En wat is nu, zeg maar vandaag, nou ja, het is nu bijna vrijdagmiddag, dus er zal niet zoveel meer gebeuren. Maar waar zou je maandag als opdrachtgever mee moeten starten om emissieloos bouwen, baggeren, vorm en inhoud te geven? Want ik, zoals je zegt, hè, de tijd gaat heel erg snel. En voordat je het weet is het 2025, 2026. Dus waar begin je mee als opdrachtgever? Ik zou als, bijvoorbeeld als waterschap of als Rijkswaterstaat in mijn aanbestedingen gewoon de 2 of 3 uithalen om te kijken of je direct emissiearm of emissieloos moet aanbesteden. En dat je daarvoor ook MKI gebruikt als instrument. En samen ook aangeeft. Aanbesteden, Paul, is toch ook wel een proces waarin je risico's uitsluit. Dat is inkopen.
Wat wij moeten doen is af en toe de risico's opzoeken. Dus dat in het contract ook momenten komen waardoor je zegt, ik geef een aannemer, een baggeraar de ruimte om te experimenteren. Maar ik besef ook dat het in een paar projecten wel eens een beetje fout kan gaan. Bijvoorbeeld als je met een elektrische kuttenzuiger aan de slag gaat en er is geen aansluiting bijvoorbeeld. Hè? Ja, ga dan niet gelijk met boetes werken, want dan stimuleer je de innovatie niet. Maar van de baggeraar of van de aannemer mag verwacht worden dat hij ook na een jaar bijvoorbeeld een analyse maakt hoeveel emissies die hij gereduceerd heeft eigenlijk. Dus hij moet ook open en transparant zijn over datgene wat hij wel en niet gebruikt heeft. Waardoor het waterschap weer kan aantonen wat feitelijk gereduceerd is. Dus in alle openheid een aantal aanbestedingen op de markt zitten. En na een jaar ook kijken wat je ervan geleerd hebt samen. En dat proces versnellen. Zodat je richting 2023 en 2024 ook echt nog meer aanbestedingen emissiearm en emissieloos kan doen. Oké. Ik zie een vraag binnenkomen. Misschien zie ik hem zelf ook van Thomas Hamer. Ja. Dat er investeringen nodig zijn om het maritiem masterplan naar een hoger niveau te tillen, dan hebben de aannemers dit als mogelijkheid. Kun je daarop ingaan? Ik kan het even wel toelichten hoor. In het take-in maritiem masterplan zien we dus de mogelijkheden zoals bijvoorbeeld ook het waterstofpoeder, maar ook bijvoorbeeld methanol, elektrificering. Op een gegeven moment, ik werk zelf bij een aannemer, we zien dat wij het gereedschap niet echt hebben om ook echt emissieloos te gaan werken. En dan zoeken we dus naar andere mogelijkheden. Denk dan bijvoorbeeld aan een 10% verbeteren van brandstof. Maar dat helpt wel een beetje, maar dat zit geen zoden aan de dijk. En de maatregelen die ik dus zie in het TKI Maritiem Masterplan, dat lijken mij wel de toekomstige zetten naar echt emissieloos. In 2030, misschien wel eerder. Ik denk van nou, daar zou er eigenlijk in ieder geval vanuit de overheid toch moeten worden overwogen om daar even goed in te investeren, om dat in ieder geval naar een goed TRL niveau, de technical readiness level te brengen, om in ieder geval dat in ieder geval de aannemers en de markt het ook kan doen. Oké, dankjewel. Edwin, kun jij daarop reageren? Dat doe ik graag. Ik denk dat je moet onderscheiden datgene wat je nodig hebt om gemeenschappelijk tot ontwikkeling en proven concepts van nieuwe technieken te komen. Dus dat zit heel erg aan de voorkant en daarvoor zijn die subsidies heel erg goed beschikbaar. Maar je moet ook naar een samenwerkingsvorm toe gaan waardoor je grootschalig toe kunt groeien van pilot naar serieproductie. In innovaties, Henk Volbeda, hoogleraar nu bij de VU in Amsterdam, die heeft altijd geroepen dat bij innovatie iedereen denkt aan technologische innovatie. 80% van het succes van een technologische innovatie zit in de mate waarin je in nieuwe manieren samenwerkt en waarbij je van pilots toe kunt groeien naar seriematige productie. Dat is een van de meest cruciale processen. Nou, en wat is mijn punt waar ik me altijd een beetje zorgen om maak? De Nederlandse overheid besteedt jaarlijks tussen de 73 en 78 miljard uit. Gewoon, hè? Rijkswaterstaat besteedt gewoon tussen de 4,1 en 4,3 miljard euro uit aan marktpartijen. Zorg nou, nu wordt ook gezegd, hè, de 500 miljoen komt beschikbaar voor subsidies van emissieloos materiaal, een aankoopsubsidie. Nou, dan ga je de essentie bekijken van zo'n subsidie. Die 500 miljoen wordt verdeeld over 10 jaar. Dus dat is 50 miljoen per jaar. Dus dat maakt het bedrag alweer wat anders, hè? En voor de aankoop van het duurdere materieel dat met piekvermogen moet gaan werken, we hebben het hier over schepen die over 20 jaar worden afgeschreven, soms korter, soms langer. Tonnen investeringen en dan kun je een eenmalige subsidie voor 20.000 euro voor krijgen. Zorg nou dat een aannemer dat meerjarige perspectief krijgt. Eén voorbeeld, hè, dat is misschien als laatste paal, maar de Klerk zei dat een keer, toen het ging over kademuren Amsterdam. Hij zei van joh, beste gemeente, ik wil een elektrische kraan inzetten. Kost een miljoen, dat ding. Ik weet nog niet helemaal hoe die werkt, hè? Dus jij moet zorgen voor een kabeltje. Nou, dat was al lastig. Dat is een vraag die 3 jaar geleden of 2,5 jaar geleden. Maar ik heb dan geen opdracht van 2 jaar nodig, maar een opdracht van 3 jaar, want dan kan ik hem ook financieren. Dus het is niet altijd dat er behoefte is aan meer geld, maar zorg nou dat er ruimte geboden wordt in de aanbesteding. En bied meerjarig perspectief grote aannemers, maar ook een kleine aannemer. Want er zijn, als ik 3 jaar opdracht heb en die kraan schrijf ik over 8 jaar af, die 5 jaar daarna is mijn ondernemersrisico.
Maar als ik hem 3 jaar kan inzetten, dan kan ik hem ook tegen de juiste voorwaarden financieren. Dus techniek en aanbesteden is inderdaad een technisch vraagstuk, heeft met geld te maken, maar heeft ook met exploitatie te maken, meerjarig perspectief te maken en met dat gigantische bedrag dat we aanbesteden. Nou, en wat ik ook zei is, en dat vind ik leuk aan het Missieloos Netwerk Infra, ik zeg wel eens wat over opdrachtgevers, Paul, maar ook aannemers zijn soms een beetje scheiterig om de juiste ervaringen te delen met elkaar. Want stel je voor dat je unieke positie, er moet meer gedeeld worden. Want ik denk dat je dan veel meer tot een versnelling komt. Gedeeld worden tussen de 21 waterschappen, als ook tussen aannemers die allerlei ervaringen aan het opdoen zijn. Binnen Emissieloos Netwerk Infra hebben we dat ook gezien. Ook aannemers en overigens ook de grote importeurs, hè, van Volvo en Hyundai die meedoen. En die vinden dat een beetje spannend. Maar ja, ik zei ook van joh, al zet je in een aanbesteding 10 van die emissieloze stuk. Ik vind het interessant om te weten of dat ding werkt. En of bijvoorbeeld iets emissieloos of voor batterijen hetzelfde presteert als iets met een fossiele brandstofmotor. Dus we zoeken het heel erg op die nieuwe manieren van samenwerken. Ik denk dat heel belangrijk is ook. Oké, dankjewel Edwin. Ik wil het hier graag ook mee afsluiten met deze mooie woorden. En naar René van der Zweep gaan, directeur van Small Stretching, die een aantal praktische dingen met ons zal bespreken en wellicht ook goede voorbeelden, slechte voorbeelden heeft. René, aan jou het woord. Dankjewel. Het is dank voor de uitnodiging dat wij ook wat kunnen zeggen. Het is wel symbolisch natuurlijk. Hè? We hebben een wetenschapper en een opdrachtgever gehad. En Edwin had een zeer goede presentatie. Ik vertegenwoordig de aannemerij. Aannemer en aannemer zit altijd op het eind van het proces. Hè? Dus, maar daarmee heb je wel het laatste woord, René. Precies, ook dat. Dus hopelijk maakt het nog een klein beetje indruk. Maar dat is dus inderdaad wel een beetje symbolisch. Je krijgt eerst behoeftebepaling. Uiteindelijk wordt er een ontwerp gemaakt, wordt een vergunning aanvraagd. En dan moet de aannemer op het eind van de rit de boel gaan maken. Ik ben directeur inderdaad van Small Stretching, een aannemersbedrijf in Baggeren in het binnenwater. Dus niet op zee, wij doen alleen maar op zoetwater en haventjes en dat soort zaken. Maar ik ben ook voorzitter van de kerngroep Duurzaamheid van de Vereniging van Waterbouwers. En in die hoedanigheid was ik hier uitgenodigd. Ik heb een presentatie over de praktijk, de volgende sheet. Kort even over de Vereniging van Waterbouwers, dan kort over Small Stretching en dan de praktijk waar wij tegenaan lopen en wat wij reeds hebben gedaan. Allereerst even over de Vereniging van Waterbouwers. Het is een, denk ik, voor jullie een bekende club. Er zitten 88 leden heeft de Vereniging van Waterbouwers. Dat zijn niet alleen aannemers, dat zijn ook adviseurs en ingenieursbureaus. En die actief zijn in het baggeren en in het, maar ook in de constructieve waterbouw. Dus dammanden, stijgers en dat soort zaken. Dus zowel constructieve waterbouw als onderhoudswerken. En ze hebben een bijzondere positie, de waterbouwers. Edwin weet er alles van. Maar doe de volgende sheet maar. Het zijn geen bouwers, maar het is ook geen, scheepvaart. Er zit er tussenin. Dus met regelgeving en lobby zit je er ook steeds tussenin. En ene keer lijkt het op scheepvaart, maar dat is het net niet, want je vervoert niks of je legt geen grote afstanden af. Maar je bent ook geen bouwbedrijf dat soort dingen, omdat je weer niet op de grond staat, op de vaste bodem, maar weer drijft. Dus het is een bijzondere branche, een leuke branche. En daardoor heb je met allerlei partijen te maken, Rijkswaterstaat, waterschappen. En het is ook heel veel internationaal, want je bent snel de grens over met je schip. Een introductie over Smals. Bestaat al meer dan 100 jaar. We zijn actief in het winnen van bouwgrondstoffen, met name het zand.
in het verhuur van materieel en het baggeren op binnenwateren. We hebben 85 mensen met een in dienst met een omzet van 25 miljoen. En we zijn actief met de dredging dan in 5 landen in West-Europa, Engeland, Duitsland, België en Oostenrijk. En uiteraard in Nederland. Dit is een fotootje uit Engeland met een van onze baggervaartuigen. Hier ook weer in Schotland. Wij hebben totaal 20 zuigers, van groot naar klein. Allemaal op eentje naar te transporteren over land. Dus we kunnen uit en in elkaar vrij rap. Daar kunnen we in allerlei onmogelijke plekken komen. Wat ik zeg, we doen niet alleen zandputten, maar ook kanaaltjes, havens, meertjes en allerlei andere onderhoudsbaggerwerk. En van de 20 schepen die wij hebben, 20 zuigers die wij hebben, zijn er inmiddels 7 elektrisch. Dus dat doen we al een tijd en we hebben het plan om elk jaar 1 schip om te bouwen of te vervangen. Zodat we in 13 jaar tijd, dus dat sluit mooi aan met wat Edwin zegt. Je hebt even de tijd nodig om alles elektrisch te hebben. Maar dan zijn we dus 13 jaar nog verder. Als je elk jaar een schip doet. En wellicht gaan we ook andere schepen ontwikkelen. Met waterstof of andere energiedragers. Waar we het best in zijn en waar het vers in zijn is met elektrische zuigers. We hebben er vorig jaar weer in geïnvesteerd. Het voordeel van een elektrische zuiger is dat het weinig anders is dan een diesel aangedreven zuiger. Het is gewoon bewezen techniek. De operatie, het zuigen aan zich is hetzelfde als bij een diesel aangedreven zuiger. Het gaat uiteindelijk om de pomp en het vacuüm om de bagger, de zand of de slip op te zuigen. Nou, die pomp wordt eerst aangedreven door een dieselmotor. Nou, die dieselmotor vervangen door een elektromotor. En klaar ben je eigenlijk. Dus dat is een vrij eenvoudige en bewezen techniek. Deze doe ik als voordeel dat je geen uitstoot op de bouwplek hebt. Helemaal niks. Geen NOx, geen CO2. Het is veel geluidsarmer. Dus dat is voor de omgeving ook een zeer gunstig verhaal. En je ziet hier ook de zuiger liggen, die rode bolletjes. Daar hangt de elektriciteitskabel aan. En die zwarte is de persleiding. Het heeft ook nadelen, elektrisch baggeren. Wat Edwin natuurlijk uitvoerig heeft besproken en wat ik ook op terugkom, is dat je hebt maar een bepaalde straal. Je ligt uiteindelijk aan een kabel. En de vermogens die wij vragen, is die kabel maximaal 700 meter. Verder kom je niet, want dan krijg je de stroom niet meer door de kabel heen. We moeten het al omzetten naar 10.000 volt. En dan op de zuiger zelf staat weer een transformator. En dan zet het weer terug naar 400 volt. Daardoor, omdat het maar tot nu toe de techniek is tot 700 meter, is het prima geschikt voor bouwputten en voor meertjes en dat soort zaken. Maar een kanaal, dat wordt wat lastiger. Dan zou je elke 1400 meter heb je dan de stroomaansluiting nodig. En waar we tegenaan lopen is de beperking van het netwerk op dit moment. Stel dat je om de 500 meter een transformatorhuisje hebt, ja, dan moet de elektriciteitsmaatschappij dat aanleggen. Daar zitten op dit moment natuurlijk allerlei beperkingen en capaciteitsproblemen. Ja, wat we dan doen als het toch elektrisch moet, of wij geen diesel aangedreven hebben, zoveel elektrische zuigers dat we soms tekort komen. Dat zie je op dit plaatje, is dat we een generator achter knopen. Dus dit is een elektrische zuiger, deze foto. Met erachter een enorme generator met 2 hele grote uitlaters, zoals jullie zien. Dus het is een beetje dat je een Tesla koopt en dan geen stroom hebt. Ja, dan zetten we op de aanhangwagen een generator met diesel erin. En dan doen we het zo. Maar het is natuurlijk
letterlijk het paard achter de wagen spannen. Want ja, zo drijven we dan elektrische zuiger aan. Maar dat is soms de praktijk. Ja, 2-3 werken per jaar doen we op deze manier. Met een generator erachter. Dat kunnen we dan wel blauwe diesel in doen. Om het nog een beetje goed te maken. Maar het is natuurlijk niet de oplossing. We hebben ze klein en we hebben ze grote elektrische zuigers. In het volgende plaatje zie je de grootste die we op dit moment hebben. Die hebben wij loopt afgelopen winter helemaal omgebouwd. Dat was een diesel aangedreven zuiger. Dat is de grootste die wij hebben. Een vermogen van 1800 kilowatt zit erin. Het schip is 30 centimeter omhoog gekomen door alle dieselmotoren eruit te halen. En elektromotoren in te zetten. Het was een investering van ruim 1,5 miljoen. Waarom doen we dat? We hadden, precies wat Edwin zegt, een langdurig contract. We hadden een contract van 8 jaar. En dan doe je het, dan durf je het. De opdrachtgever had voor een kabel gezorgd. Wij hadden de zekerheid om 8 jaar dat in te zetten. En daardoor hebben wij die keuze gemaakt om dit schip om te bouwen. En na 8 jaar heb je hem uiteraard niet afgeschreven, die investering. Maar dat is inderdaad ondernemingsrisico. Na 8 jaar dan wij hebben 8 jaar de tijd om een nieuw werk te vinden. En we moeten mee en we gaan mee in de ontwikkelingen die er zijn. Ook hier weer een plaatje van een elektrische zuiger. Ook hier zie je de persleiding, dus de zwarte aan de linkerkant. En rechts zie je de oranje bolletjes waar de stroomkabel aan zit. Het gaat prima, elektrisch zuigen. Het is, net al zei, een bewezen techniek. We hebben minder onderhoud op de zuigers. Want ja, je hebt alleen maar een zoemende elektromotor heb je te staan. Met uiteraard de pompen, dat verandert niet. Maar vroeger had je dan een dieselmotor met allerlei cilinders, olie verversen, onderhoud smeren. Dat is allemaal over. Het is net een elektrische auto. Er staat een zoemende elektromotor zit er in je schip. En that's it. Dus wij besparen personeel. En we hebben ook een hogere afschrijvingkosten door de investering die we doen. Maar wij besparen in personeel. Want je hebt geen onderhoudsmonteur meer nodig. Een dieselmonteur. Wel een elektromonteur, maar die frequentie ligt veel lager. En het wordt allemaal wat eenvoudiger. Dus het heeft echt ongekende voordelen. Het is niet alleen maar dat het moeilijk is. De beperkingen, ja, dat heeft Edwin toe gezegd, dat is de elektrische infrastructuur. Je kunt niet een kanaal baggeren, althans nu niet, want je hebt niet om de 1500 meter een transformatorhuisje. De investeringen nu zijn voor de opdrachtgever nog heel erg hoog. Hè, want als je een kabel aanvraagt, heb je 2-3 jaar levertijd op dit moment. Dat kost fluitend meer dan 100.000 euro. Zo'n zware kabel. En ja, dan heb je nog vergunningen en dat soort zaken om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Dus je moet er vroeg mee starten. Mocht je het willen, dan start daar tijdig mee. Wil je dit emissieloos gaan baggeren. De zuigers zijn er, de techniek is er. Maar de elektrische infrastructuur moet daarin absoluut in mee. Mocht het nou niet lukken, elektrisch, dan hebben we ook nog diesel aangeschreven zuigers. Dat doen we nu tot nu toe alleen voornamelijk nog in het buitenland. Daar kunnen we dan milieuvriendelijke diesel in gooien. Wij gebruiken blauwe diesel B30. Dus het bespaart 30% aan CO2-uitstoot. Het is wel duurder en het is ook een beetje gekunsteld natuurlijk, want dat spul moet ook weer gemaakt worden. Maar het is een oplossing voor op de bouwplaats zelf. We kunnen zelfs naar B100 toe. En dat je dus nauwelijks nog CO2-uitstoot hebt. Maar je blijft wel spulletjes verbranden. Maar op dit moment is dat nog een praktische oplossing. Ook omdat blauwe diesel, HVO-diesel, in bestaande dieselmotoren kan worden toegepast. Zonder al te veel aanpassingen. Het is een tussenweg naar een betere oplossing naar de toekomst toe. Maar dat is wat we op dit moment doen. Hè? En ook blauwe diesel in een generator stoppen. Om toch maar CO2 te besparen. Uiteraard is onze mensen bezig met ook alternatieven te zoeken.
En dat zie je op het volgende plaatje. We zijn bezig met accutechnologie. Dus zeg maar een conventionele accu, zoals die ook in je auto zitten. Ja, gezien de vermogens die wij nodig hebben, is dat op dit moment nog geen mogelijkheid. We hebben zitten tellen hoeveel accu's wij nodig hebben om een dagje te waggelen. Dan moet je elk uur een accu wisselen. Nou, dat is al een hele logistiek en ook een uitstoot natuurlijk. En de investering in de accu's voor dit schip dat we hier voor jullie zien, is een kuttenzuiger, een middelgrote, hadden 2 miljoen aan accu's nodig. 2 miljoen euro aan accu's nodig. Ja, dat gaan we niet terugverdienen. Dus we hebben dus andere technieken nodig. Nou, was net al een eye-opener met die bariumhydroxide van de TU Delft. Ja, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn op dit soort schepen. Want een accu op dit moment, ja, dat is nog een no-go. Een andere alternatief wat we zoeken is andere topverbrandingsmotoren, maar dan met andere energiedragers erin. Maar daar loop je inderdaad tegenaan, wat net al is genoemd, dat die energiedichtheid veel lager is. En dat je dus met je brandstofhoeveelheid zit. Daarnaast willen wij natuurlijk het modernste van het modernste. En je ziet dat de motorindustrie, de industrie die motors ontwikkelt, zich helemaal concentreert op de grootste afnemers. En dat is zeker niet de maritieme industrie. 1% van alle motoren gaat naar de maritieme industrie toe. Dus de ontwikkelaars, de motorontwikkelaars, die storten zich daar nog niet om. Nou, het is al gezegd, ze worden wel langzamerhand wakker, maar dat hobbelt er wel een beetje achteraan. Maar een normale Stage 5 motor, die al lang in een vrachtauto zit en die eigenlijk ook vaak verplicht wordt gesteld in aanbesteding. Nu die een Stage 5 aandrijving hebben, ja, die bestaat gewoon nog niet in de maritieme industrie. Die moet nog gemaakt worden. En waar wij nu op zoek naar zijn natuurlijk alternatieve energiedragers. Nou, daar worden we dus door geholpen door dit soort presentaties en kennisbijeenkomsten. Wat is de praktijk? Wij doen dus heel veel elektrisch, heel veel business-to-business. De recente uitvraag waar wij tegenaan zijn gelopen is in Spijk. Heeft Boskalis aangenomen. Rijkswaterstaat eist zero-emissie, maar er is geen stroom. Ja, er is één stroompunt, maar die is van de particulier en die weet wat die vraagt en weet wat die gaat doen. Boskalis is bezig om dan een tweede kabel aan te leggen, dat doet men zo. Ja, dat gaat niet. Er is geen capaciteit in het net. Het moet toch zero-emissie. Dus ja, dan heb je een probleem. Rijnland vorig jaar, Langenaarse Plassen, ook zero-emissie. Hartstikke goed initiatief vanuit de waterschappen. Dat is wel gerealiseerd. Wij hebben het niet aangenomen. Maar we zien nou in de praktijk dat het nu wel op gang komt. Maar het werk moest afgelopen oktober beginnen. Gewoon de normale voorbereidingstijd. Dat was er maar lang na niet een kabel voorhanden. Die is er pas maanden later gekomen. En dan ben je toch weer met biodiesel of van improviseren. We hebben een zandwindlocatie. Dat is het plaatje Geertjes Golf. Dat is een initiatief van 5 zandwinners. Daar is 5 jaar geleden besloten om dat elektrisch te doen. Vooruitziende blik. Ook omdat het langdurig is. Daar gaat ook die zuiger naartoe die ik net liet zien. 2 jaar geleden, 3 jaar geleden een kabel aangevraagd. En die ligt er nu net op tijd. En als je dus maar perspectief hebt en lange termijn tijd hebt, dan gaat dat. Dus daar wordt dus het 100% elektrisch gedaan. Omdat we 3 jaar geleden daar een kabel konden aanvragen. En die ligt er inmiddels. Dus dat zijn van die zaken waar we ervaringen. Afrondend. Elektrisch is prima. Prima te doen. Als je het voorbereidt. Precies wat Edwin zegt. Als je er nu aan begint. Dan kun je over 2 jaar uitstekend elektrisch baggeren. Op plekken met niet al te grote straal. Je moet niet het Noordzeekanaal gaan baggeren. Dan heb je elektrisch. Op dit moment heb je veel te veel stroompunten nodig. Maar
iets met een redelijk beperkte straal is dat prima te doen. En op dit moment gebruiken wij dus alternatieve brandstoffen, met name biodiesel en HVO. Op de lange termijn zullen we daar echt naartoe moeten. Het is niet of we het gaan doen, we gaan het doen. Aannemers zijn er al lang mee bezig. Maar dat vereist inderdaad samenwerking met opdrachtgever. Het moet een voorspelbare lijn zijn vanuit de overheid, vanuit de opdrachtgevers, dat we dat echt gaan doen, dat de voorlopers dat, die ook gewaardeerd worden, dat je weet dat het dat je het kan terugverdienen. De terugverdienmogelijkheid is voor een ondernemer zeer belangrijk. Dus als je weet van dit is de lijn, zo gaat het worden, die kant gaan we op, dan durf je ook te investeren. Uiteraard moet het gewaardeerd worden door de opdrachtgever, want zeker op korte termijn is het toch een klein beetje duurder. Hoe duur wordt het? Dat is, ligt aan het tempo. Als je de normale vervangingsinvesteringen doet, een schip gaat 20, 25 jaar mee, dan is over 20 jaar is alles elektrisch of alles alternatieve brandstoffen of alternatieve motoren. Want je moet toch je materieel vervangen en vernieuwen. Hoe sneller je wil, hoe hoger je afschrijving wordt. En als je echt binnen 5 jaar alles wil, dat gaat gewoon niet. Want dan kan het. Nou, ik hoor net 900 dagen. We hebben nog 900 dagen. In 900 dagen bouw je niet alle schepen om. Dat kan de motorindustrie kan dat helemaal niet aan. Dan kan de werven kunnen dat niet aan. Dus je hebt wel een progressief tempo nodig. Dus we hebben geen enkel probleem. Als je weet dat je het redelijkerwijs kan terugverdienen. We blijven ondernemers. Dus we nemen wel durven enig risico te nemen. En dat de markt en de toeleveranciers dat ook aankunnen en de brancheorganisatie. Dat was mijn presentatie over waar een aannemer tegenaan loopt. Het is een plaatje uit Engeland, ons zuigertje. En, het is niet het schip van de eigenaar die erachteraan zit, maar dat was inderdaad. Oké, dankjewel René. We lopen iets uit de tijd, maar we hebben toch nog de tijd, moeten we de tijd nemen voor een paar vragen. Een van de vragen is, je werkt in meerdere buitenlanden. Hoe is daar de aandacht voor deze materie? Hoe gaan de buitenlandse opdrachtgevers om met emissieloos baggeren? Ja, dat wist het heel erg. Engeland is er nog helemaal niet mee bezig. Daar werken we, dat is helemaal geen issue. Wordt nooit aan gevraagd. We werken ook in Oostenrijk. En daar begint het echt op te komen. De volgende opdracht die we daar mogelijk krijgen, die gaat ook elektrisch. Dus daar zijn ze al wel bezig met infrastructuur aan te leggen langs water. Ja, we liggen daar in Stuwmeer. En bij Stuwmeer, de lol van de Stuwmeer is dat ze daar elektriciteit op wekken. Dus wij kunnen daar. Wij gaan daar inpluggen op de turbines die daar draaien. Dat was nog niet. We lagen altijd daar met een dieselzuiger. Terwijl je daar zelf stroom maken. Maar nu wordt daar ook de omslag gemaakt van. Ja, wacht eens even. Dit gaan we elektrisch doen. Dus daar zie je, daar waar stroompunten zijn of redelijkerwijs aan te leggen zijn, zie je daar ook de omslag. Ja, dus volgende keer wordt het ook elektrisch. Oké, dankjewel. Vraag aan Klaas even. Was de vraag van, kun je een aggregaat wat je op de kant hebt staan, kun je die met natriumboorhydride voeden? Ja, zo zeker. Sterker nog, René, ik heb er enorm genoten van jouw presentatie. Het is fantastisch om vanuit de praktijk en ook met lef en durf vanuit de praktijk te zien wat er mogelijk is. Ik ben ook gefascineerd door het plaatje natuurlijk van jouw zuiger met een ponton met een dieselgenerator erop. Ja. Je zag misschien een foto maken, maar dat is natuurlijk low-hanging fruit voor natriumboorhydride. Dus een brandstofcel. Met de natriumboorhydride waterstofvoorziening kan je echt heel erg lang emissieloze elektrische energie aan de
aan de M-motor van de zuiger geven. En je kan hem ook, maar goed, je kan natuurlijk een generator of een elektrische energievoorzieningspunt op de wal zetten en met een kabel verbinden. Dat kan natuurlijk ook. Dat laat ik graag aan de deskundige uitvoerders over. Maar daar geldt in principe hetzelfde voor. Hè. Dus het centraal punt van mijn denken blijft wel de brandstofcel, hè, want die is ook stil. Daar dan een natriumboriumhydride reactor, waar op een hele eenvoudige manier of ter plekke natriumboriumhydride gemaakt wordt, of die korrels op een vrij eenvoudige manier naar die plek toegebracht kunnen worden. Paul, ik hoop dat dat voldoende antwoord op de vraag is. Ja, dat lijkt mij goed, dit antwoord. Terug naar René. De elektriciteitsvoorziening op de kant, het is eigenlijk een soort tussenfase waar we het nu natuurlijk over hebben, maar is dat een verplichting die de opdrachtgever heeft of zit die bij de aannemer? Ja, de aanbesteding die wij nu zien, staat het gewoon een regeltje, ja ik zeg het even niet aardig, staat een regeltje in bestek. Dat is een verplichting van de aannemer. Het dient elektrisch aangedreven te worden, punt. Nou goed, dan gaan wij natuurlijk op zoek dat in de aanbestedingsfase. Is het mogelijk? Kan het? En wat kost het? En ja, wij zijn ondernemers. Wij prijzen dat dan ook in de aannemersom. Want ja, wij komen er één keer en daar nooit meer. Dus wij prijzen dan ook de volle map in de aannemersom. En onze concurrenten hopelijk ook. Ja, is dat slim? Ik denk dat je meer op lange termijn moet investeren, ook als opdrachtgever zijnde. Dan heb je meer tijd en als je meer tijd hebt wordt het goedkoper en dan kun je het vaker gebruiken. Maar op dit moment zien we nog dat het een eis in bestek is, van, het dient elektrisch te gebeuren. Nou. Oké, ook als laatste vraag naar jou René en dan moeten we het afronden. Ik zie in de chat overigens dat een aantal van jullie elkaar antwoord geven, dat is heel plezierig. De vraag aan jou is van, wat voor concrete aanbeveling is nou het meest dominant wat opdrachtgevers in het samenspel met aannemers zouden moeten doen wat jou betreft? Want ik hoor meerjarige opdrachten, want dan kunnen we investeren. Nou heb ik jarenlang bij een opdrachtgever gewerkt en dan denk ik altijd juist lekker makkelijk. Inkomen voor de komende jaren is verzekerd dan. Maar is dat het meest belangrijke of is er iets waarvan je zegt van nou luister eens, hier moet de opdrachtgever echt invulling aangeven, want dan kunnen we de versnelling als aannemerij ook maken. Ja, de droom is natuurlijk dat je een opdracht krijgt van 10 jaar, maar zo werkt het niet. Je werkt voor een overheid met aanbestedingsbeleid. Ja. Het allerbelangrijkste is voorspelbaarheid. Voorspelbaarheid vanuit de opdrachtgevers. Als de opdrachtgevers de branche continuïteit geven en voorspelbaar gaan acteren van joh, over 10 jaar wordt het alles elektrisch of over 10 jaar wordt alles waterstof of 50% waterstof en 30% elektrisch. Als je één consistente lijn uitzet als overheid, de waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies, van dit gaat echt zo gebeuren en dit gaan we echt zo doen, dan durf je te investeren. Want is het niet opdrachtgever A, dan is dat opdrachtgever B waar we voor gaan werken. Maar dan durf je te investeren. Maar als natuurlijk de helft van de opdrachtgever zegt, nou, we zien wel, dan gaat ook de helft van de branche zeggen, we zien wel. En dan ga je niet duurder of andere technologieën toepassen. Want dan vloepen er een paar tussendoor. Dus als je voorspelbaarheid hebt bij de opdrachtgevers, nou, er wordt aangewerkt in transitiepaden, Unie van Waterschap is volop bezig. Als dat consistent beleid is van dat gaan we echt doen, dat gaat gebeuren, dan durven ondernemers ook te investeren. Die volgen dan. Oké. Dankjewel René. Ik wilde hiermee dit webinar ook afsluiten. Ik wil u allemaal dank zeggen voor uw aanwezigheid, voor uw deelname, de bereidheid om te luisteren en om als wens natuurlijk dat dit ook u dit meeneemt in uw gedachten en daar waar dat kan u ook daadwerkelijk gaat handelen om emissieloos bouwen en baggeren mogelijk te maken. Dank u wel allemaal. Ik verzoek de
inleiders, de sprekers, nog even te blijven hangen, maar de anderen vraag ik om uit te loggen. En ik hoop u allemaal op.